Wilco, 11 dagen Tour de France gehad. Hoe is het met jou? Moe, maar op zich wel goed hoor. Zware 10 dagen gehad en ja, pittig en wel redelijk vermoeid, maar op zich voel ik me prima. Ja. Hoe is dat vergeleken met andere grote rondes die je gereden hebt? Ja, het is toch een andere mindset, maar ja. Ik ben nu wel iets vermoeider, maar dat, ja, dat heeft ook meer te maken met de voorbereidingsperiode en hoe ik alles ben doorgelopen. Maar ja, op zich, ik hoop dat deze rustdag me goed doet. Ja, je zegt vermoeider dan andere rondes. Nou, toen moest je altijd voor een klassement gaan of vaak en dan zie je natuurlijk altijd bij de pinken zijn. Nu heb je de vrijheid natuurlijk wel gehad om bijvoorbeeld een keer te laten lopen. Kan je uitleggen wat dan toch het verschil daarin maakt dat je nu vermoeider bent? Ja, ik denk, dat is gewoon de opbouwperiode. Normaal voor klassementen, daar ga je echt maanden aan vooraf. Hoogtestages en dan kom je toch in een hoger niveau. Kom je richting die belangrijke trainingsfase. En dat mis ik nu een beetje. Dus het kan best dat gewoon het herstel iets minder is dan normaal gesproken, zeg maar. Natuurlijk, als je meer traint en gewoon een hogere basis hebt, dan herstel je ook sneller. En dat is een beetje het verschil, maar natuurlijk als je gewoon etappes kan laten lopen, dat scheelt natuurlijk nog wat voor de benen. Als je normaal nog een half uur in het rood moet rijden, dat is ook niet echt bevorderlijk voor je benen. Dus zo af en toe laten lopen, dat scheelt wel. Jouw etappes moeten natuurlijk nog aankomen, de bergritten. Heerst dan ook zoiets al ongeduldigheid? Van waar blijven die bergen? Nou, ongeduldigheid nog niet echt, want ik was wel echt na deze 10 dagen echt wel redelijk af. Dus ik had niet echt het idee van, oh, laat die berg nu maar komen, want ik voel me goed. Nee, dat is ook niet zo. Dus ik kan deze rustig goed gebruiken en ik denk dat iedereen dat wel voelt. Maar gewoon deze rustig goed herstellen en dan verder kijken. Er zijn een paar gekke dagen aan te komen. Natuurlijk maar een redelijk korte tweede week met 5 koersdagen, waaronder 1 tijdrit. Maar wel al een aantal ritten waarvan je zou zeggen, nou, dat is terrein voor Wilco Kelderman. Zeker. Er zitten mooie ritten tussen. En we zijn hier met de vrijbuitersploeg. Dus als er een kans is om mee te zitten, dan proberen we mee te zitten. En ik zelf ook. Dus ik hoop dat er mooie kansen komen, ja. Hoe is het met de kwaaltjes die je van de week had? Je zei wat last van je nek, wat last van je rug? Ah, dat blijft altijd wel. Het is niet dat het ineens over is. Die nek, ja, die is gewoon... heb ik gebroken. En... ja, dan zit je gewoon 6 weken in een nekbrace en het is niet even dat die spieren ineens weer helemaal goed zijn. Dus dat blijft altijd een beetje doorwegen en dat gaat misschien ook nog wel een paar maanden zo door. Maar dat komt wel goed. Alleen het is niet zo dat, het, dat je op de een of de andere dag dat het weer beter is. Dus. Het Nederlandse succes wordt met name behaald bij andere ploegen op dit moment. Hoe kijk je ernaar? Het is knap dat ze zitten echt in de flow en mooi voor hen dat ze winnen. Ja. Inspireert het ook? Op zich wel. Ja. Ik ben er eigenlijk niet zo heel veel mee bezig. Goed, er zijn natuurlijk wel renners waarvan je in het verleden ook veel mee hebt samengefietst. Maakt dat het nog anders dan als dat, weet ik, van een Italiaan of een Spanjaard die zegen pakt? Of ja, ben je gewoon helemaal met je eigen ding bezig, wat natuurlijk ook goed kan? Natuurlijk, ik vind het wel mooier als er een van hun wint dan een of andere Italiaan of Spanjaard, inderdaad. Maar natuurlijk zijn we eerst bezig met zelf proberen een etappe te winnen. Is nog niet gelukt. Nee. Waar ligt dat aan? Is dat net dat de puzzelstukjes niet goed vallen? Ja, nou, op zich, zoals gisteren liep het eigenlijk vrij goed. Ja, dan zijn er gewoon een paar sterker en dat is gewoon jammer. Ik denk dat we er wel kort bij zitten, maar alleen we missen net dat extra. En ja, misschien zijn gewoon net altijd een paar beter. En dat is ook de Tour, weet je wel. Het niveau is zo hoog. En soms moet het gewoon even helemaal goed vallen. En hopelijk gebeurt dat nog deze Tour. Dus.